Er zijn 200 brandweerkazernes in New York, maar deze in Brooklyn heeft een bijzondere medewerker. Dit is Penny. Brandweerman Darren Harris adopteerde haar van een boerderij. Toen er thuis niemand kon oppassen, nam hij Penny maar mee naar zijn werk. Penny ended up at the fire station first as a unique pet and then she grew on everybody. So right now she's like our little mascot. She's just so much fun. De brandweermannen zijn als een blok voor haar gevallen. Penny's gangster. Penny's the toughest as they come. Maar ze biedt ook mentale steun voor mensen met een gevaarlijk beroep. So if we have a big call or a fire, we see so much. So coming back, we just need to take a breather, just calm down. And Penny definitely helps with that. Penny, show us your best side. Niet alleen de brandweermannen zijn dol op het minivarken. Uit de hele buurt komen mensen langs om haar te aaien en te voeren. It is a big surprise to see a pig at the fire station after school, for sure. They love feeding her, seeing her. Cute. En zo wordt de band ook hechter tussen de brandweerlieden en de buurt die zij beschermen. We've met people that's lived here 20 years and we haven't met for the years that I've been here. Across the street, down the block. It's more personal for me now. Now I know, oh, this is this person or whatever, and I got to save their property or I got to save them. En als er brand is, dan wacht Penny op de kazerne tot haar collega's veilig terug zijn. Erik Mouten, RTL Nieuws, Brooklyn.